www.klantvanrol.nl. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je het eerste deel haakt van de goede voornemens sjaal. In dit eerste deel gaan we 5 dubbele gekruiste stokjes haken. Klinkt ingewikkelder dan dat het is, want het is een heel leuk patroon om te haken. Ik heb alvast een beginnetje en dan ga ik jullie nu laten zien hoe je deze steek haakt. Je begint eerst met een opzetrij, welke dat ook beschreven in het patroon. En als allereerste haak je dus nu 7 lossen. Dan keer je je werk om. Eerst slaan we nu 3 steken over. Dus 1, 2, 3. We gaan 5 dubbele stokjes haken. Dus we slaan de draad 5 keer om de naald. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gaan we dus in het vierde, de vierde steekje in. En je haakt het stokje af zoals normaal. Dus je slaat om. Haakt de naald door 2 lussen. Dit doe je totaal 6 keer, totdat je alleen nog maar 1 lus op de naald hebt staan. Dit doen we nog een keer. Dus weer 5 keer omslaan. In de volgende steek haken we weer een 5 dubbel stokje. Dan doen we nog een keer, nog een 5 dubbel stokje. Weer steeds door 2 lussen. Nu heb je 3, 5 dubbele stokjes gehaakt. Deze lopen nu schuin. En nu gaan we dus ook 5 dubbele stokjes haken in de 3 overgeslagen steken. Dus we slaan weer 5 keer om. 5. En we hebben hier die 3 overgeslagen steken. 1, 2, 3. We gaan nu dit 5 dubbele stokje haken in deze eerste steek. Dus hierin. Je steekt in en draait de naald weer naar voren. Dus je gaat niet achter de gehaakte stokjes langs, maar je gaat langs de voorkant. Je haalt de draad weer op en je gaat weer 6 keer door 2 lussen op de naald. 5 en 6. Dit ziet er nu wat gek uit, maar als je het een beetje recht trekt, dan zie je al een beetje hoe deze steek gaat worden. Dit doen we nog een keer. Dus je gaat weer 5 keer omslaan. En dan gaan we naar de tweede overgeslagen steek. Je steekt weer in en de naald gaat weer naar voren. Haal de draad op en weer 6 keer door 2 lussen op de naald. En nou hebben we nog 1 overgeslagen steek over. Dan maken we nog een 5 dubbel stokje. Weer insteken, de naald weer langs de voorkant. En weer 6 keer door 2 lussen op de naald halen. Je hebt nu het eerste groepje eigenlijk gehaakt van 5 dubbele stokjes die met elkaar kruisen. Het ziet er nu wat scheef uit, maar na deze rij met 5 dubbele gekruiste stokjes gaan we een rij vaste haken. En als je dit doet, dan zal je zien dat de steken helemaal recht trekken. Patroontje haak je dus de hele rij door. Dit herhaal je steeds, zodat je de hele rij deze 5 dubbele gekruiste stokjes haakt. Ik ben nu aan het einde van deze rij aangekomen. En dan haken we als afsluiting van de rij nog 1 5 dubbel stokje in de laatste steek. Dus slaat weer 5 keer om. En je steekt in. Ja, dit is dus een keer lossen van de vorige toer vaste. En dan sla je weer 6 keer door 2 lussen op de naald. Dan heb je 1 toer gehaakt. De volgende toer is een toer vaste.
naakje 1 lossen. Dan keer je je werk om. Deze losse telt eigenlijk als eerste vaste. Dus de eerste steek sla je over. Dan gaan we in de volgende steken vaste haken. Dat is eigenlijk dus in alle 5 dubbele stokjes. Dus dit is dan de eerste. En zo ga je de hele toer afmaken. In het midden van de kruis. Derde. Ik zit hier. En zo haak je deze hele toer vaste. En als je deze toer hebt gehaakt, zul je zien dat de 5 dubbele gekruiste stokjes ook, ja, als het ware vanzelf recht trekken. En dan zijn we weer bij het einde van deze toer aangekomen. En de laatste vaste haak je in de 7e losse van de vorige toer. Dus dat is deze. Daar steek je weer in. En dan haak je de laatste vaste. Zo herhaal je dit patroon door. De volgende toer is dus weer een rij met 5 dubbele gekruiste stokjes. Dan weer een toer vaste. En hoe vaak je dit moet herhalen, staat ook in het patroon beschreven op cottonwool.nl. Veel plezier met haken!